Beste democraten, sinds kort heb ik een nieuwe telefoon. Een iPhone 4 met 16 gigabyte geheugen. En ik schat een lifecycle van 2 jaar. Laten we aannemen dat ons huidige milieubeleid werkt. Dan worden grondstoffen op een verantwoorde manier verworven of worden alternatieve middelen gebruikt als windenergie. Dan wordt het duurzaam geproduceerd en getransporteerd. En wordt mijn mobiele telefoon straks grotendeels gerecycled en alleen het hoognodige verbrand. Op deze manier reduceren we de milieuvervuiling. Elk product heeft een levenscyclus, van grondstof naar afval. Uiteindelijk wordt dat afval verwerkt. Ons economisch model is gebaseerd op een continue groei van consumptie, wat leidt tot een continue groei van het omzetten van grondstoffen in afval en olie in CO2. Ons milieubeleid richt zich alleen op de productieketen. Deze bestaat uit 1. De productiefase. Door technologische vernieuwing wordt schade aan het milieu teruggedrongen. Een voorbeeld hier is de katalysator. 2. De postconsumptiefase. Recycling is hier het toverwoord. Ook hier veel successen met de groene verwerking van onze welvaartsresten. Mijn eerste telefoon, een Nokia 6310, had een lifecycle van meer dan 4 jaar. Ik kan niet anders dan concluderen dan dat mijn telefoonaankopen zijn gestegen. Ik koop nu 1 keer in de 2 jaar een telefoon. We leven in een tijd van onbegrensde continue groei. We zijn consumerende monsters geworden. Kun je deze verslaving wel compenseren met alleen verduurzaming van de productieketen? We willen geloven dat verduurzaming van de productieketen werkt. Stel dat we dat niet doen, dan komt ons huidige economische model onder druk te staan. Men gaat immers minder consumeren, waardoor de economische groei stagneert. Wat is dan duurzaamheid? Is duurzaamheid niet gewoon dat mijn mobiele telefoon 8 jaar meegaat? Ik zou dan over 2 jaar een mobiele telefoon kopen met een lifecycle van 8 jaar. Ik zou dan mijn mobiel kunnen blijven updaten, waardoor ik toch gebruik kan blijven maken van de nieuwste technologieën. Het verduurzamen van de productieketen werkt goed, maar ik vind het tijd om een stap verder te zetten. Daarom stel ik voor een jaarlijkse lifecycle index te ontwikkelen. Deze kan worden bijgehouden door het CBS. Daarnaast zou de politiek de burger kunnen informeren over zijn consumptiegedrag en de lifecycle index. Er is echter één dilemma. Het moment van extase dat de consument beleeft bij elke aankoop, wordt een stuk minder. De CBS lifecycle index laat ons zien wat wij consumeren. Kortom, een lifecycle index die ons een afname van producten laat zien in een bloeiende economie.